De staat zal opdraaien voor de begrafenissen van de vorige week in het Matawai-gebied omgekomen gouddelvers. Dit bevestigde vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag voor de aanvang van de vergadering van de ministerraad. Brunswijk geeft aan dat de afspraken met de traditionele gezagsdragers in het gebied over onder andere het bewaren van de rust in het bestuursgebied nog recht overeind staan. Het gesprek wat we hebben met de Graman en de traditionele gezag en bepaalde gezaghebbenden in het gebied hebben we al doorgegeven toch, waar een beroep hebben gedaan dat die mensen zich rustig moeten houden. Dus wanneer het gaat over wat later moet gebeuren, is er ook een besluit genomen door de familie dat alle mensen die zijn omgekomen bij de ramp, dat ze dezelfde plaats, dus naast elkaar, begraven gaat worden. En dat ze hebben gevraagd of de overheid dat kan bekostigen. En er is een besluit genomen in de regering dat de regering ook dat gaat honoreren. De vicepresident geeft verder aan dat de multinationals die in het Matawai-gebied werken met modellen zouden komen om de parknokkers te accommoderen. Het mag geen gevaarlijke situatie worden als parknokkers weer in het gebied willen gaan opereren.